Dan naar het ene duel waar alles op aankomt. Simplex SSS hoeft maar 1 punt te winnen, dus aan 2 sets winst hebben zij genoeg. Maar Schep & Packaging ZVH zal daar een stokje voor willen steken. 15-16 in de eerste set, dus zij beginnen goed. 1 puntje voorsprong. En het hoog houdt met een mooie aanval cross-diagonaal de punt in. Zorgt voor een voorsprong die ZVH meeneemt naar het einde van de set. En dan dit belangrijk moment. Hier de blessure van Michael Dohonjuk. Belangrijke speler voor Simplex SSS die geblesseerd raakt aan zijn knie. Hier de herhaling waarbij het duel aan het net ervoor zorgt dat hij door zijn knie zakt en uit de roulatie is. Later in de wedstrijd zien we hem ook in een rolstoel zitten. Wat voor effect heeft dit voor SSS? In ieder geval dat zij de eerste set verliezen. ZVH wint de eerste set met 18-25. In Nijmegen zullen ze staan juichen, want dit gaat voor hun de goede kant op. Maar SSS vecht terug, 20-19 in de tweede set. Razendspannend dus in deze big points. Stijn van der Bos slaat uit, zo gaat er een puntje weer bij voor Schep & Packaging ZVH. Maar Simplex SSS weet het om te draaien en loopt uit. Prachtige ace hier van Ludwig Innocente. Lennart Hogenhout komt er niet meer onderuit, zo snel gaat deze bal. Tweede serve paast Hogenhout wel goed. Maar dan het killblok van Tieme de Jong op dit belangrijke moment. Cruciaal killblok voor Simplex SSS, omdat het hiermee 1-1 staat en zij nog maar 1 set nodig hebben om die kwartfinales te halen. Simplex SSS heeft de swing te pakken en ze ruiken de kwartfinales, maar moeten nog 1 set binnenhalen. 16-14 in de derde set. Goede blokkering van Innocente wordt uitgedekt. Ivo Lunsing wordt verdedigd door Stijn van der Bos. Tieme de Jong kiest voor Robin van Weert. Ook kan weer opgevangen worden bij Schep & Packaging ZVH. Lunsing opnieuw. Wordt dan verdedigd door Ferdy van Dijk. Prachtige bal. Risico van Stijn van der Bos. En dan via de netrand komt hij in het centrum van het veld terecht. 23-24 in het voordeel van de Barnevelders. Lunsing valt in het net aan. SSS op setpoint en op quarterfinal point. Scheffers naar Parkinson. Scoort niet. Meteen eroverheen. Scheffers probeert het zelf. Scoort ook niet. Hoge bal naar Ferdy van Dijk en hij raakt de handen in de blokkering. Het punt gaat naar Simplex SSS en zo staat SSS in de kwartfinales om het landskampioenschap. 2-1 voorsprong betekent 1 punt erbij voor de ranglijst en zo zijn ze niet meer in te halen door Focasa. Teleurstelling dus in Nijmegen waar de 3-1 winst niet genoeg was. Maar er moet nog een vierde set gespeeld worden en dat doet Simplex SSS zakelijk 19-15 voorsprong. Mooi uitgedekt door Richard Rademaker. Krijgt Schep & Packaging ZVH opnieuw een kans. De Jong naar Robin van Weert. Tipballetje in het centrum van het veld. En een netfout. En daarmee gaat het punt naar Simplex SSS. Ze laten het feestje niet langer wachten. 24-20. Colin Zuidgeest slaat uit. Raakt hij de handen? Nee, hij raakt niet de handen. 24-21. Matchpoint voor Simplex SSS. Tieme de Jong naar Jochem Bloem. Wordt verdedigd, maar het tweede contact, derde contact is er ook. Parkinson speelt hem eroverheen. Tieme de Jong kiest voor de pipe en Robin van Weert maakt het af. Hij zorgt voor de 3-1 overwinning. En zo gaan de Barnevelders het opnemen tegen Novatek Lycurgus in de kwartfinales.